VVSB-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Directfleurs, Equaflor Carnations BV, Equaflor BV Flower Import en Gerard Heemskerk BV, Bloemenexport en Commissiehandel. Hoi, ik ben Thijs. Welkom bij de wedstrijd VVSB Leonidas. Lukt het VVSB dan eindelijk weer eens om te winnen? Want al 4 wedstrijden halen de Noordwijkerhouters niet de 3 punten. Dan zou het vandaag moeten tegen Leonidas. En waarom zou dat ook niet kunnen? Want in de uitwedstrijd werd er nog met 1-5 gewonnen. De basisopstelling blijft gewoon hetzelfde. En dus behoudt trainer Wilfried Verleeuwen het vertrouwen in zijn selectie. Met de eerste goede opening aan het begin van deze wedstrijd richting Parami, die uiteindelijk de combinatie aangaat met Van Niel, die hem hier terugkrijgt en zijn schot gaat over. Het eerste gevaarlijke moment al na 3 minuten in deze wedstrijd, met het schot dus over van Frans Van Niel. Dit is goed gedaan van Kruijvanger. Tavila, die krijgt wat ruimte om uit te halen of om de bal naar Chaboni te geven met een puntertje. En dan is het doelman Rondeltap die uiteindelijk voor redding moet zorgen. Blijft natuurlijk wel de corner over. Het inkoppen van Jordi Zwart. Kruijvanger nog met de knop. En die bal gaat tegen de lat. Van een verdediger van VVSB. Oeh, dit is jammer. Dat had een mooie uithaal kunnen zijn. En dan is er de omschakeling bij Leonidas. Hier via Dodana. Is zijn paas dan hier goed genoeg of is Van der Meer er eerder bij? Het laatste gebeurt. En die krijgt terecht het applaus van de Noordwijkerhouters. Alleen Van der Meer die vraagt zich af waar toch zijn verdediging was gebleven. Dit is makkelijk ingeleverd van Kruijvanger. De crosspaas richting Groteboer. Jordi Zwart duelleert met hem en die houdt hem hier naar beneden. En de scheidsrechter Mulder kan niet anders dan een penalty geven. En ook de rode kaart. En Jordi Zwart die lijkt het daar niet helemaal mee eens. Die geeft aan, er was toch nog een andere VVSB-verdediger. Dus volgens mij is Groteboer niet helemaal doorgebroken. Maar ik denk dat de scheidsrechter zelf aangeeft dat van een scoringskans. En dus moet VVSB verder met 10 man. En hier nog een keer. Ja, het is wel duidelijk hoor. Zwart gaat hangen aan Groteboer. Alleen stond Kruijvanger natuurlijk nog wel in de buurt. Blijft dan de penalty over. En die wordt gescoord door Leslie van Waas. En dat is toch vlak voor rust. Zonder voor VVSB. En een tegengoal. En met 10 man verder. Van der Zanden hier ingevallen en toch wel een hele goede kans op de 0 tegen 2. Maar hij kan de bal niet aannemen en maait over de bal heen. En baat er zelf zo te zien ook behoorlijk van. De vrije trap aan de kant voor VVSB op de bal. En dan is het buitenspel. Ja, de scheidsrechter fluit ook. VVSB had het graag anders gezien, maar de protesten zijn ook niet zo dusdanig. Ik denk dat ze bij VVSB zelf wel weten dat het een onterechte goal had geweest. Parami, dit is goed. Parami, mag hij dan de gelijkmaker? Nee, dat is jammer dat hij weer terugkomt. En zo houdt hij zichzelf vast. En de jonge aanvaller had hier de gelijkmaker op de schoen. Goed crosspaas weer. Dit is weer van de zon. Nu maakt hij de kans wel af. En als VVSB het niet doet, dan doet Olaf van der Zanden het wel. En hij zet Leonidas op 0-2. Ja, je kan zeggen dat het een goede aanvallende actie is. Maar ook het ingrijpen van Peet van der Slot is niet goed genoeg. Weer een bal op de paal. En zo is het VVSB ook niet gegund lijkt het vandaag. Want deze scrimmage lijkt er ook niet in te gaan. Nee. En dan wordt de bal nog een keer voorgegeven, maar gaat de bal achter. VVSB krijgt wel de kansen, maar maakt het niet af.
Goeie bal richting Van der Zanden. Dit is Leslie van Maas. Draait goed weg bij Peet van der Slot. En hij zet de 0-3 op het scorebord. Het wordt van kwaad tot erger voor VVSB. Ja, goed weggedraaid, maar ook weer niet ingegrepen door Van der Slot. En Leonidas kan de 0-3 al vieren. Wordt het nog erger voor VVSB. Van der Zanden weer. 3-1. Dit moet Leonidas toch uitspelen. Dit is geen goede paas, maar grote boer nog met de kans. En hij schiet de bal voorlangs. Nou, dat blijft VVSB dan nog bespaard. In een eerste helft waarin VVSB gewoon het betere van het spel had. Maar na de rode kaart komen ze er niet meer uit. Of is het hier Stijn van der Slot? Die mag nu toch wel een penalty krijgen. Maar de scheidsrechter buigt het allemaal weg. Nog een laatste kans. Misschien 4 voor Leonidas. Zo vlak voor het einde van deze wedstrijd is dit nog inderdaad een behoorlijke kans. En dan heeft de scheidsrechter genoeg gezien. Je kan het heel kort samenvatten, denk ik. Ik denk dat we voorin niet scherp genoeg waren. En achterin dat we verdedigen op vierde klasniveau. Kunnen we spreken van een vormcrisis? Nou, ik denk niet. Ik denk dat we genoeg kansen creëren. Zelfs met 10 man nog de tweede helft. Creëer je gewoon nog 5-6 goede kansen. Ja, en als die er niet in gaan. En dan op kinderlijk eenvoudige wijze toch die tegengoals tegen krijgt. Ja, dan houdt op. Nou ja, ik denk dat je het wel zo kan omschrijven. Op zich spelen we nog niet eens zo slecht, maar... Ja, we geven het doelpunt erg makkelijk weg. We schieten de ballen er niet in. En we maken onnodige fouten. Dus ik denk dat je dan wel kan spreken over een vormcrisis. Ja. Nou ja, kijk. We moeten nou ook niet net doen alsof we in een wak zitten of zo. Ik bedoel, het is niet dat we alleen maar slechte wedstrijden spelen. Ik bedoel, het is wel zo. Je moet je zorgen gaan maken als je geen kansen meer creëert. En we creëren gewoon ook in deze wedstrijd weer 12 goede kansen. Ja, en alleen met 10 man maakt dat het natuurlijk niet makkelijker op. En als je dan ook ziet hoe zo'n rode kaart ontstaat. Ja, weet je, dat is niet te trainen. Dat zijn momenten van scherpte. En daar moeten we mee verder. Ja, je staat natuurlijk zelf in de verdediging. Weet je waarom de ballen dan zo makkelijk worden weggegeven? Heb je daar een idee van? Nou, het zijn vooral momenten. Zeg maar, het is niet dat we constant de een naar de ander doorlaten. Maar het is elke keer juist op beslissende momenten, 2 keer in de laatste minuut, nu net voor rust. Dat we gewoon niet scherp genoeg zijn. En dat we de tegenstander de mogelijkheid geven om... een doelpunt te maken of zoals vandaag een pingel te creëren en een rode kaart. Was de wedstrijd daarna afgelopen, vond je? Nou ja, we hadden op zich nog wel vertrouwen erin, maar ja, toen werd het wel een stuk lastiger op dat moment. Ik denk dat het voor die rode kaart dat er niks aan de hand was. Dat het enige probleem wat er was dat we zelf nog niet gescoord hadden. Maar daarna is het wel, wordt het in één keer een hele andere wedstrijd natuurlijk. Weet jij wat er moet gebeuren om dit tegen te gaan, om die negatieve spiraal te onderbreken? Ja, weer een keertje winnen. Ik denk dat het dan wel weer goed komt. VVSB TV werd mede mogelijk gemaakt door Direct Fleurs, Equafloor Carnesens BV, Equafloor BV Flower Import en Gerard Heemskerk BV Bloemenexport en Commissiehandel.